Hoi, in de andere video's vertel ik je al over het mechanisch bevestigen van onze ankers en consoles op de verschillende dakconstructies. Vandaag laat ik je zien welke montagesystemen je erop kunt monteren. Deze totaalsystemen worden geproduceerd door Fix Nordic. Zij zijn hier al in gespecialiseerd sinds 1960. Zo hebben we oplossingen voor de warmtepomp buitenunits, PV-panelen en zonnecollectoren in platdak- en hellendak varianten. Ik ga nu het hellendak systeem toelichten. Het systeem wordt gemonteerd vanaf de bovenzijde van het dak. De M12 montageankers worden gefixeerd aan de constructie, waarbij de damperremde laag wordt gerespecteerd. Door de mechanische verankering ontstaat er geen druk op de isolatie en de dakbedekking blijft spanningsvrij. Dit is vooral van belang bij sneeuwlast. Als je het berekent volgens de eurocode, zit je al snel aan 130 kilo voor een gemiddeld paneel. Voor het doorrekenen van het project gebruiken we projectspecifieke details zoals windlast, sneeuwlast en hellingshoek. Met deze benodigde data wordt het systeem op minimaal 10 punten gecontroleerd. De resultaten vermelden we in een rapport. Hierin komt onder andere terug hoeveel dakankers je nodig hebt en wat de onderlinge afstanden zijn. Ook belangrijke constructieve gegevens zoals de belastingen komen hierin terug. De basis van het systeem is een M12 anker, afhankelijk van de isolatiedikte, soms verstevigd met de consoleadapter. Dit is om de zijwaartse krachten van de hellingshoek op te vangen. Ons anker kunt tot factor 12 meer belasten voordat hij gaat buigen ten opzichte van montage met 4 schroeven. Je kunt het paneel op de gestabiliseerde profielen leggen en daardoor is het paneel geen onderdeel van de constructie. Om hier zo goed mogelijk van dienst te zijn, leveren we onze systemen met gereedschapssets en werktekeningen. Indien nodig geven we installatieinstructies op locatie. Bedankt voor het kijken. Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. En vergeet natuurlijk niet onze andere video's te kijken.